Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces. Leuk dat je kijkt. Vandaag in deze video gaan we het hebben over de meer dan 100 veelgebruikte conversievernietigende woorden die je als copywriter nooit meer mag gebruiken. In deze video wil ik graag een aantal dingen gaan uitleggen. Ik wil gaan uitleggen wat die conversievernietigende woorden precies zijn en waarom ze zo conversievernietigend zijn. Ik ga je ook uitleggen dat we ze hebben opgedeeld in 9 soorten woorden, 9 woordgroepen. En per woordgroep ga ik voorbeelden laten zien van wat voor woorden zijn dit, waarom zijn die zo conversievernietigend, hoe worden die nu gebruikt op websites en wat is een alternatief om te gebruiken op deze woorden. De woorden die ik nu ga laten zien zijn zo conversievernietigend eigenlijk om 2 redenen. Voor je doelgroep zijn ze onbegrijpelijk of onduidelijk. En wanneer jouw doelgroep, jouw bezoekers, jouw lezers, iets helemaal niet of niet helemaal begrijpen, ontstaat er twijfel. En op het moment dat iemand twijfelt over iets, dan doet hij het niet. Normaal gesproken bij twijfel niet oversteken. Dat zorgt ervoor dat jouw website of jouw webshop een lager conversiepercentage heeft. Dus je krijgt minder leads binnen, minder verkopen binnen, minder inschrijvingen voor je nieuwsbrief. En dat zorgt uiteindelijk onderaan de streep voor minder omzet. Daarom is het zo cruciaal om te zorgen dat je deze woorden nooit meer gebruikt en ze vervangt door woorden die wel converteren. De complete lijst van alle woorden, het zijn er meer dan 100 die we inmiddels verzameld hebben, die kan je vinden op onze website, kan je daar gratis downloaden. In de beschrijving beneden staat een link naar onze website, naar de specifieke pagina. Ga daarheen, download het hele bestand en dan kan je vervolgens dat gebruiken om jouw website of webshop per direct conversiegerichter te maken. De eerste woordgroep zijn de onduidelijke bijvoeglijk naamwoorden. Een voorbeeld is no-nonsense, gepassioneerd of we hebben passie voor iets, of een woord als flexibel. Deze woorden zijn heel erg onduidelijk voor een lezer. En ze zijn vooral onduidelijk omdat je er van alles van kan maken. Dus laat ik no-nonsense nemen als voorbeeld. Ik heb een voorbeeld gevonden van Autohopper en Autohopper heeft in de kernwaarden staan: wij noemen onszelf de no-nonsense autoverhuurder van Nederland. Omdat de prijzen scherp zijn, geen geneuzel achter de komma en heldere voorwaarden. Maar dat is niet de definitie van no-nonsense. No-nonsense kan nog veel meer betekenen. No-nonsense kan betekenen geen ingewikkelde contracten. No-nonsense kan betekenen dat er korte vergaderingen zijn intern, dat er weinig bureaucratie is, dat het heel erg hands-on is. Het kan echt van alles betekenen. En hier bij Autohoppen hebben ze het eigenlijk meer over scherpe prijzen. Dus de goedkoopste of goedkoop in elk geval. Heldere voorwaarden gaat eigenlijk meer over eerlijkheid. En niet per se over no-nonsense. En zo zie je maar weer, het woord no-nonsense is op meerdere manieren te interpreteren. En daarom wil je dat dus niet gebruiken voor jouw website of webshop. Een ander goed voorbeeld is beste. Het woord beste wordt heel vaak gebruikt. Maar het woord beste zegt niks. Als we het hebben over de beste fiets, dan kan dat van alles betekenen. Dat kan zijn dat hij goedkoop is. Dat kan zijn dat hij heerlijk rijdt bij lange fietstochten. Dat kan zijn dat je er makkelijk op stapt. Dat hij nooit onderhoud nodig heeft. Dat hij speciale banden heeft. Het kan echt van alles zijn. Dus in plaats van het woord beste, gebruik een ander ste woord. Ste is een woord in overtreffende trap. Bijvoorbeeld goedkoopste. Of juist duurste. Je kan misschien het grootste product leveren of het kleinste. Je kan de nieuwste dienst hebben of de juiste oudste. Je kan allerlei ste woorden gebruiken om veel duidelijker te communiceren waar jullie zo goed in zijn. En maak het zo concreet mogelijk. Geef ook direct een voorbeeld ervan als dat mogelijk is. Daarnaast, de tweede groep, dat zijn onduidelijke, wat algemenere woorden. Bijvoorbeeld een woord als synergie. Wat betekent het woord synergie? Synergie is het, betekent dat het geheel meer is dan de som der delen.
Nou heb ik hier weer een voorbeeld gevonden van iemand die het woord synergie gebruikt op zijn website om proberen te verkopen. Staat hier, elk bedrijf wat wil floreren en blijven groeien, moet de synergie binnen het bedrijf groot houden. Synergie bestaat uit twee elementen, innovatie en implementatie. Oké, maar ik heb nog geen idee wat het woord synergie nou precies inhoudt of betekent. Het wordt ook verder hier niet uitgelegd. Het betekent synergie nu samenwerking? Of betekent synergie, ja zeg het maar. Want volgens mij, als je wil groeien als bedrijf, moet je gewoon zorgen dat je steeds meer omzet binnenhaalt en dat je kosten niet gelijk blijven stijgen met je omzet. Dus geen idee wat hier bedoeld wordt, echt oprecht geen idee. En dat is niet de bedoeling, want nogmaals, jij als bedrijf hebt een verhaal wat je wil vertellen en dat moet wel duidelijk zijn voor iedereen. Een ander voorbeeld is marktleider. Een marktleider is een bedrijf dat het grootste marktaandeel heeft in, ja, in wat? Daar gaat het vooral om. Het woord marktleider, dat kennen de meeste mensen wel. Dat betekent dat je de grootste bent. Maar in wat ben je de grootste? Ben je de grootste qua omzet in jouw branche? Zet je de meeste aantallen om? Of ben je specifiek groot in een merk? En zo ja, wat is daar dan het bewijs voor dat jij marktleider bent? Dus wees duidelijk en concreet in wat je bedoelt en laat het niet in het midden hangen. Want dat zorgt voor twijfel en twijfel zorgt ervoor dat minder mensen contact met jou opnemen of jouw producten kopen, zodat je omzet krijgt. Ook als nummer 3 hebben we twijfelzaaiers. Twijfelzaaiers, dat zijn woorden die eigenlijk uitdrukken vanuit jou naar de lezer dat je het ook niet altijd weet. En dat helpt niet als mensen een aankoopbeslissing willen nemen. Als iemand iets wil kopen, dan wil die dat degene die hem iets aanbiedt zeker is van zijn zaak in of je dat nodig hebt of niet. Want als ik in een zin het woord soms gebruik, hè, dit product komt soms heel goed van pas of het resultaat is soms heel groot, ja, dan wil ik weten wanneer is het dan wel groot en wanneer is het dan niet groot. Dus ik heb een stuk gevonden op een website. Lees even met me mee. Soms zeggen mensen wel eens dat je moet groeien in een nieuwe situatie. En dat is soms ook zo. Maar de les die ik vandaag heb geleerd is deze. Oncomfortabel betekent niet altijd slecht, maar soms gewoon dat je nieuwe situatie moet wennen aan jou. Geef het de tijd en blijf lopen. Hier schiet je natuurlijk helemaal niks mee op. Want wat ze hier eigenlijk zeggen is, is er een nieuwe situatie? Oké. Dan kan dat goed gaan, maar het kan ook niet goed gaan. Dus ja, eigenlijk moet je gewoon niks doen en blijven lopen. Dat is natuurlijk geen advies of geen hulp, hè? Dat helpt niemand verder. Als jij als bedrijf iets wil verkopen, dan kan je niet zeggen soms. Dan moet je heel duidelijk zijn, in deze en deze en deze situatie is dit de oplossing. In deze en deze en deze situatie is dit andere de oplossing. Daar help je een klant mee. En dan zorg je ervoor dat hij ook een beslissing kan maken om iets te kopen. Ik heb hier als voorbeeld heel concreet. Wanneer jouw bedrijf een minimale investering van 1000 euro vraagt. En die persoon weet zeker dat hij die 1000 euro wel heeft. Dan zeg je nou top, vraag een offerte aan, bel ons, mail ons. Heb je geen 1000 euro? Koop dan een doe-het-zelf cursus en ga zelf aan de slag. Dan hebben we ook nog de niets toevoegers. Niets toevoegers, de naam zegt het al, zijn woorden die eigenlijk niets toevoegen aan de zin. Een woord als absoluut of onwijs bijvoorbeeld. Dit betekent ook dat je of dit woord eigenlijk kan weglaten, of dat je dit woord samen met het woord wat erachter komt, kan combineren tot een krachtiger woord. Een woord als onwijs bijvoorbeeld. Onwijs. Stel dat je een zin hebt met waarin staat, dat vind ik onwijs mooi. Onwijs en mooi kan je dan samenvoegen om een nieuwe zin te maken, bijvoorbeeld prachtig. Dat is korter, duidelijker en het woord onwijs voegt eigenlijk niks toe. Andersom, wanneer je het woord onwijs weglaat, dat vind ik mooi, zegt het eigenlijk precies hetzelfde. Dus deze woorden hebben de neiging om in je tekst in te sluipen,
Haal ze eruit, want ze voegen niks toe en maken het onnodig langer. Ook hier weer een voorbeeld van een website. Dit is de libelle en er staat: echt waar, mannen lijden meer onder griep dan vrouwen. Het gaat hier om het woordje echt. Wat voegt het woordje echt toe in dit geval? Ja? Op het moment dat er gewoon staat: mannen lijden meer onder griep dan vrouwen, dan is dat goed. Ja? Het stukje echt waar voegt niet zoveel toe. Als er staat: mannen lijden meer onder griep dan vrouwen, het is nu bewezen, of onderzoek toont uit, of wetenschappelijk onderzoek toont uit, of iets in die zin, is dat sterker dan dat je zegt echt waar. En meestal als iemand zegt echt waar, dan krijg je juist argwaan. Want waarom zou je dat toevoegen? Klein beetje is nog zo'n mooi voorbeeld. Je hebt een zin waarin je zegt dat is een beetje zo. Soms voegen mensen dan nog een woord kleiner aan toe. Dat is een klein beetje zo, dus dan is het nog minder zo. Maar hoe klein is het nu precies? Druk het uit in iets wat duidelijk is. Bijvoorbeeld 1/100ste of 1%. Of druk het uit in euro's. Of druk het uit in iets wat duidelijker is dan een klein beetje. Pleonasme. Nou, het woord pleonasme is een wat moeilijk woord. Een pleonasme betekent in feite dat je een woord toevoegt wat eigenlijk in het woord wat erna komt al verweven staat. Bijvoorbeeld groen gras, het meest bekende voorbeeld. Gras is altijd groen, dus het woord groen hoef je niet toe te voegen. Witte sneeuw, sneeuw is altijd wit, dus dat hoef je niet toe te voegen. Nou, dit gebeurt verbazingwekkend vaak. Je kan deze woorden simpelweg weglaten. Dus ik heb hier een voorbeeld. En daar gaat het om de volgende zin. De planning vooraf, daar gaat het om. De planning vooraf die zich richt op crowd control staat bekend onder de term crowd management. Een planning is altijd vooraf. Je kan een planning niet achteraf maken. Dus hier moet gewoon staan. Dit woord moet gewoon weg. De planning die zich richt op crowd control staat bekend onder de term crowd management. Zeg je precies hetzelfde mee, alleen je zin klopt beter. We hebben ook nog lelijke woorden. En lelijke woorden zijn geen woorden die lelijk zijn aan zich, of dat je het woord er lelijk uitziet. Maar lelijke woorden zijn woorden die de neiging hebben om verkeerd gebruikt te worden, waardoor ze heel lelijk overkomen. Eigenlijk een beetje denigrerend voor de lezer. Een woord als dus heeft dat in zich. Er komt een conclusie, maar er komt heel vaak een conclusie die niet helemaal duidelijk is. Vanzelfsprekend, ook zo'n voorbeeld. Dus hier zo heb ik een stuk van trouw.nl. En dan staat hier: Nederland feminiseert in twee opzichten. De meerderheid van de rechters is thans vrouw en het onderwijs lijkt sowieso een vrouwelijke aangelegenheid te zijn. Rechters kunnen vaak thuiswerken en een duobaan, twee juffen die een groep delen, is eerder een regel dan een uitzondering in het basisonderwijs. Vanzelfsprekend, nou daar komt ie. Werkt dat getalsmatig gezien vervrouwelijking in de hand? Ik heb dus geen flauw idee wat ze met die vanzelfsprekend bedoelen. Ik denk dat ze ermee bedoelen dat als je parttime werkt, dat het dan lijkt alsof je een baan hebt of zo. Ik heb echt geen flauw idee. Dus dit is een typische vanzelfsprekendheid waarbij ik geen idee heb wat ze bedoelt. En daardoor voel ik mezelf dom en denk ik, nou ja, geen idee. Het zal wel, jij zal het allemaal wel snappen, maar ik snap het niet. Dus ik ga wel wat anders doen met mijn tijd. Let dus heel erg op met deze woorden. Ze zijn niet per se verkeerd, maar let op. En als je twijfelt, zorg er dan voor dat je iets of iemand jouw tekst nalaat lezen als extra controle om zeker te weten dat je niet zo overkomt. Moeilijke woorden. Ja, er zijn echt veel moeilijke woorden die veel gebruikt worden. Met name eigenlijk jargon. Dus per branche verschillen die woorden heel erg. Maar jargon is een van de meest vervelende dingen om te gebruiken in je tekst. Zolang je doelgroep niet bestaat uit mensen die heel bekend zijn in een branche. Wanneer ik iets lees over zoekmachineoptimalisatie, hoef je voor mij niet alle begrippen meer uit te leggen. Want ik ken alle begrippen van SEO al.
Dus ik, sterker nog, ik vind het vervelend wanneer iemand alles gaat uitleggen alsof ik er niks vanaf weet. Dus van mij mag je meteen diep in de stof gaan. Maar 9 van de 10 keer is dat niet zo. Zeker niet wanneer je nieuwe klanten aan wil trekken die er niks vanaf weten of je richt op consumenten. Dan moet je zo eenvoudig mogelijk praten, zodat iedereen het snapt. Dan heb ik hier een heel mooi voorbeeld. Adequaat. Nou, sowieso kan het woord adequaat meerdere dingen betekenen. Maar hier in het Financieel Dagblad staat: UWV voert taken adequaat uit. En nu is het dus heel erg de vraag: wat betekent die adequaat? Ja, ze presteren adequaat. Maar betekent dat dat ze goed presteren? Dat ze snel presteren? Dat ze direct presteren? Dat ze presteren zoals afgesproken? Ik heb geen idee wat het woord adequaat in deze zin betekent. En dus snap ik niet wat hier geschreven staat. En wederom, dan krijg je dus die twijfel, en die twijfel zorgt ervoor dat je dus niet gaat kopen. Een ander simpel voorbeeld: initiëren. Heb ik ook hier een mooi voorbeeld van. Van een zwemclub. Om samen te kunnen sporten is noodzakelijk een aantal spelregels en richtlijnen te initiëren. Waarom gebruik je zo'n moeilijk woord? Hè? Te initiëren, te beginnen, te starten? Nee. Om samen te kunnen sporten is het noodzakelijk om een aantal spelregels en richtlijnen op te stellen en te bewaken. In te zetten. Iets in die zin. Maar gebruik niet het woord initiëren, want niet iedereen kent dat woord. Ouderwetse woorden. Ook hierbij geldt, net als bij het stukje over jargon, het ligt een beetje aan wie je doelgroep is. Hè? Als je doelgroep gewoon wat ouder is, laten we zeggen 50 of 60 plus, dan kunnen deze woorden prima. Maar als je doelgroep wat jonger zit, dan zou ik niet aanraden om deze woorden te gebruiken. Omdat 1. Jongeren zich er niet door voelen worden aangesproken. Maar het kan ook nog zo zijn dat ze gewoon het woord simpelweg niet kennen en daarmee je tekst niet begrijpen. Wat weer zorgt voor twijfel, wat weer zorgt voor minder conversies. Dus hier in het bastionoranje.nl staat een stuk: Politiek wil theater bij Katrien in Triniteitstraat aldaar behouden. Aldaar, ja. Als je dit woord weglaat, Politiek wil theater bij Katrien in Trinistraat behouden, is het een prima koptekst die voor iedereen duidelijk is. Hier hebben ze het ook gedaan, hè? Hier hebben ze gezegd op huidige plek, hè? Op de huidige plek. Dat is veel duidelijker dan dit woord aldaar. Dus haal dit woord gewoon weg. Hier nog een voorbeeld. Overige onderwerpen aangaande kinder- en jeugdrecht. Ja, overige onderwerpen over of met betrekking tot kinder- en jeugdrecht. Aangaande is echt een ouderwets woord. Gebruik het woord simpel niet. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer, dus nogmaals. Wanneer je beneden in de beschrijving vind je een link naar onze website en op de website kan je een lijst downloaden met alle woorden die je niet meer moet gebruiken. Engelse woorden. Ja, Engelse woorden, dat kan een probleem zijn, want 1. Niet iedereen kent Engels, dus daardoor kan je misschien de tekst gewoon simpelweg niet snappen. Daarnaast zijn heel veel Engelse woorden jargon. En dan kom je dus weer op hetzelfde probleem, namelijk niet iedereen kent de jargon. En dat maakt de tekst misschien weer onbegrijpelijk. Ik heb hier een stuk over fashion. En wat staat hierin? Wie dacht dat glimmende trainingsbroeken en badslippers met sokken het toppunt van anti-glamour is, heeft het mis. Dit seizoen halen de designers hun inspiratie blijkbaar van de camping. Wordt de trainingsbroek opeens fancy? Daar gaat het om. De trainingsbroek wordt fancy. Maar wat zeggen ze daar nu mee? Wordt die mooi? Of is die weer in? Of is die sexy? Of is die. Wat is die precies? Ik heb echt geen idee wat ze hier bedoelen met het woord fancy. Ik denk dat ik niet de enige daarin ben. Dus is het onbegrijpelijk. Dus kan ik hier niet zoveel mee en klik ik door naar de volgende website. Hier zo ook. Nou, de enige uitzondering hierop is: hè, dit is niet echt een conversiegerichte tekst. Het gaat over een award. Maar ze hebben hier staan. Reebok CrossFit 020 kenmerkt zich door het super dedicated team. Dus niet alleen is dedicated al een moeilijk woord, hè, dedicated toegewijd, ja, maar wat betekent dat precies? Nee, het is nog eens super dedicated.
Maar wat betekent dat nu precies? Wat is een super dedicated team? Hoe kenmerkt zich dat? Hè? Hebben ze heel veel getraind of zijn ze altijd aan het trainen? Of hebben ze harder getraind? En wat houdt dit nu precies in? Dat is behoorlijk onduidelijk. Dus zorg ervoor als je een tekst schrijft dat je zulke onduidelijke termen vervangt door iets wat wel veel duidelijk is. Ook hiervoor geldt, als je het wil controleren, laat iemand het lezen die niks van jouw onderwerp af weet en garandeert dat hij zulke termen even markeert en zegt, ik snap niet wat je hiermee bedoelt. Ik weet zeker, als je naar onze website gaat, link staat hier beneden in de omschrijving, je downloadt de hele lijst met alle woorden die jouw copywriting vernietigen, je kijkt naar jouw website, je kijkt naar jouw webshop en je gaat het verbeteren, dat jij meer leads binnen gaat halen, meer verkopen gaat genereren, dus meer omzet binnenhaalt. Laat me weten hoe je dit precies van plan bent. Wat ga je precies veranderen en wat zijn de resultaten? Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kan je ze of hier onderaan in de video opmerkingen of op onze website achterlaten en je krijgt van mij persoonlijk antwoord. Bedankt en tot de volgende video.